In heel het land zul je nooit meemaken wat je hier in het Feyenoordstadion meemaakt met het legioen. Dit is gewoon fantastisch gewoon. Hoe die mensen meeleven met het elftal, dat geeft je vleugels op het veld. En overal hebben ze supporters, maar boven dit legioen komt niemand uit. Ik was wel een publieksman. Ik wist precies waar ik heen liep, wat ik het doelpunt had gemaakt. En ik zeg nogmaals met zo'n lijn naast me en Cor van der Rijp heb ik er dus heel veel mogen maken. En ik geloof altijd wel dat het een genot is om dan het publiek te horen als je een doelpunt maakt. Je ziet wel eens wedstrijden op de televisie en dan hoor je helemaal een speld vallen. Als ze achter staan, dan hoor je niks. Hier blijven ze gaan. Al sta je achter en met een wedstrijdje verloren hebben, blijft het legioen nog na afloop staan klappen en staan juichen. Ik denk, dat maak je op een voetbalveld nergens mee. Dat doet toch bij een aantal spelers op het veld. Die horen dat hoor, want iedereen denkt wat je niks hoort. Nou, als je op het veld loopt, dan hoor je dat wel, dat legioen. En dat doe je dan wat. En dat kan dan toch van nut zijn dat je dus een doelpunt maakt of gelijk speelt of je wint nog. Dat komt ook door het legioen. Het is een grote eer om bij Feyenoord te mogen spelen in dit stadion en met zo'n legioen. Dan ga je niet kapot.